Nou, goedemorgen allemaal nogmaals. Fijn dat ik hier mag zijn en het verhaal mag vertellen over Flipje. En de aanleiding is natuurlijk Publiek Domeindag. Maar voordat ik over Flipje ga vertellen, wil ik toch even stilstaan bij het feit dat Flipje zijn eigen museum heeft. Het Flipje en Streekmuseum in Tiel. Ja, hartstikke leuk, want het waren eigenlijk twee musea. Je hoort het al, het Flipje Museum. En het Streekmuseum. En als we het over het Streekmuseum in Tiel hebben, hebben we het natuurlijk over de Betuwe. Gelderland levert je mooie streken. De Betuwe onder andere. Kijk, en Flipje heeft daar al sinds 2006 een eigen museum. En er is een fusie heeft er plaatsgevonden op dat moment. En daardoor is het nu Flipje en Streekmuseum geworden. Mensen ook Juriaan, wat een vreselijke naam. Flipje en Streekmuseum. Ik zei nou helemaal niet. Ik vind de missie van het Streekmuseum heel erg mooi. De verhalen van de Betuwe, en dan, dat zijn er echt nogal wat. Tiel is een van de oudste steden in Nederland. Werd al genoemd in 825 na Christus, kun je nagaan. Maar het feit dat Flipje natuurlijk de held van de Betuwe is nog steeds eigenlijk wel. En ook voor Tiel een belangrijke ambassadeursrol vervult, ben ik er heel trots op om Flipje en Streekmuseum te zijn. Heel even in het kort, dat museum vertelt dus de verhalen, de geschiedenis van de Betuwe en van Tiel. Maar dat kun je natuurlijk niet allemaal vertellen, dat zou ons, dan hadden we een gebouw moeten hebben vier keer zo groot als Beeld en Geluid. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik, want we zitten namelijk in een heel mooi pand uit 1776. De voormalige grote of Heren Sociëteit. En dat is hier nog steeds. Elke vrijdag komt de burgemeester om 3:30 met sigaar naar binnen. En de notabelen van Tiel volgen hem daarin. Ik mag er niet komen, want ik ben nog niet toegelaten. Ik ben pas 2 jaar directeur, daar ik moet nog even doorbijten. Maar goed, 5 verhaallijnen. Natuurlijk de Romeinen. We zitten natuurlijk langs de Limes, de Betuwe. De opgraving in Tiel, verleden jaar nog groot in het nieuws. De zonnetempel, 4000 jaar oud, notabene. Een echt Stonehenge, je kan beter zeggen Woodhenge. In Nederland, in Tiel. Fantastisch wat daar allemaal opgegraven wordt. En daar zijn we voorlopig nog wel even druk mee. Dus dat vult het museum met prachtige verhalen. Dan de Hanzestad Tiel. Hanze- en Handelsstad. Erg leuk dat ik inmiddels weet dat Tiel rondom het jaar 1000 Rotterdam avant la lettre was. Ik als Rotterdammer, doet mij goed. Veel handel werd er gedreven. Tiel had zijn eigen munten. Die kon je terugvinden in Sint-Petersburg. En ga zo maar door. Nou, de bezoekers hangen aan je lippen. Als je dat allemaal vertelt, of als ze dat zelf kunnen ervaren. We hebben een hele paar hele goede rondleiders die dat kunnen. Dan is dat ontzettend leuk om te zien. Dan natuurlijk, dat zie je hier in het midden op het plaatje. Fruit. Fruitteelt. Fruitverwerking in de Betuwe. Dat gaat natuurlijk al een paar eeuwen terug inmiddels. En natuurlijk de icoon van de fruitindustrie. Flipje, het fruitbaasje van Tiel. Dan de vierde verhaallijn. Tiel en de Betuwe hebben 7 maanden in de frontlinie gelegen in de Tweede Wereldoorlog na het mislukken van de slag om Arnhem. Dus de verhalen die je daar ophaalt en krijgt en ook wat je kunt laten zien aan de bezoekers en wat ik merk dat er waarschijnlijk ook door de actualiteit helaas geopolitiek gezien heel veel aandacht voor die Tweede Wereldoorlog en die verhalen zijn. Dus ja, daar laten we van alles zien en vertellen we van alles. En vervolgens de laatste verhaallijn, Tiel anno nu. Waarom woon jij in Tiel? Wat deed je in Tiel? Kwam je voor de liefde? Heb je hier je werk? Verzin het allemaal maar. Welke mensen maken Tiel vandaag de dag? Nou, dat kun je allemaal in het museum beleven. Dan is er ook nog, om het compleet te maken, een archeologische hotspot. Met andere woorden, wil je amateur-archeoloog worden, dan krijg je daar begeleiding. Dan ga je scherven en fasen en muntjes van de kermis uit 1999, het wordt allemaal opgegraven. Mag je dat zelf determineren en bepalen. En daarnaast hebben we een informatiecentrum voor het hele Gelderse rivierengebied, Rivierenland, over die Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal gebeurd is. Goed, nou dan kom ik dus bij het leven van Flipje. Ja, dat leven van Flipje dat is eigenlijk al begonnen in 1935. Wat was er aan de hand? Maatschappij De Betuwe. Nou, die naam gaat er nog wat vaker vallen in mijn verhaal. Dat is de maatschappij die de lekkere jams, conserven, vruchtensappen produceert al heel lang. Maatschappij De Betuwe bestond in 1935 50 jaar. En heel modern. De directie had al het personeel uitgenodigd voor een groot feest. Dat was toen nog niet zo gebruikelijk, maar in Tiel waren ze niet zo benauwd. Maar de directeur had ook, meneer Gouverneur, zei, joh, beste mensen, ik wil even een belangrijk feit met jullie delen. Wij hebben een reclame-icoon hebben wij bedacht. Of wij, het reclamebureau van Alphen.
Die kwam met Flipje als fruitbaarsje, omdat maatschappij de Betuwe had gezegd, joh, we krijgen steeds meer concurrentie in die Betuwe. Nou, dat groeit en dat bloeit. Ik denk, als Nederlands kennen we dat allemaal met die bloesembomen. En maatschappij de Betuwe is toch wel dé maatschappij met het beste, met de beste producten, de lekkerste jammetjes en noem het maar op. Flipje. Nou, Flipje die werd geboren. En de eerste illustrator van Flipje was Henk Rotgans in 35. Hier zie je het eerste verhaaltje, Flipje met zijn vriend de aap. Uiteindelijk zal Flipje heel veel vriendjes krijgen. De olifant en juffrouw Schaap en Poesje Mouw Mouw en Biggetje Big en Gazen, Flapper de olifant. Juriaan de Mol, we zijn allemaal vriend van hem. Maar goed, en er zijn wat verhalen geschreven. Maar dit is dan het eerste echte boekje in 1935. En ja, dan zie je dus ook dat Flipje is een best wel een wonderlijk manneke. Hij heeft een frambozenlichaam, zijn armen van bessen, zijn benen van bessen en een koksmuts op. He, om aan te geven natuurlijk dat hij heel goed weet hoe je van al die mooie vruchten uit de Betuwe die lekkere jams kan maken of lekkere fruitsappen kan maken. Een reclametroef. En dat is gedaan omdat, dus wat ik net zei, heel veel partijen in de Betuwe wilden meeliften op het succes van Maatschappij de Betuwe. En Maatschappij de Betuwe zei, nee, je kan alleen maar de jams van de Betuwe herkennen als Flipje erop staat. Zo ook voor de vruchtensappen, zo ook voor de conserven. Dus die brutale concurrentie, dat heeft eigenlijk besloten, heeft toen de maatschappij doen besluiten om Flipje te introduceren. Er kwamen receptenboekjes, er kwamen verhalenboekjes. En zo startte eigenlijk in 1935 een van de bekendste marketing- of communicatiecampagnes, reclamecampagnes, ouderwets, zoals we die toen de tijd in Nederland kenden. Nou, en dan zie je hier de man, Eelco ten Harmse van de Beek, die nu inderdaad 70 jaar geleden is overleden. En hij was de man die in 1936 Flipje eigenlijk beroemd heeft gemaakt. Hij was een hele bekende illustrator in Nederland. Dat deed hij samen met zijn vrouw Freddy Langeler. En beide genoten groot aanzien, illustraties voor tijdschriften, voor van alles en nog wat. Overigens waren Eelco en Freddy Langeler dol op kabouters en elfen, kabouterland. Het zal jullie niet verbazen dat de eerste avonturen die van de hand van Eelco ten Harmse kwamen, natuurlijk Flipje lieten wonen in kabouterland. Daar begon het dan, hè? Terwijl wij weten dat het te beter is. Maar goed. En Flipje werd ook al gelijk een klein beetje door, in deze fase, 1936, werd hij neergezet als een wat eigenwijs ventje. En ook wel een beetje belerend. Flipje die zei dan tegen Flapper de olifant, je bent veel te dik hoor. Of je eet te veel van die jam. Weet je, ja, dat mag wel, maar je moet het wel verantwoord. Hij was toen al een beetje bewust van wat wel en wat niet kon. Goed, ja, die Flipje, joh, het is een figuur. Nou, dat betekent dat er dus allerlei avonturen werden geschreven. Avonturen op stroken, want Maatschappij de Betuwe had heel snel door. De Nederlandse volksaard, bonnetjes knippen, sparen, punten sparen, verzin het allemaal maar. Nou, ze wisten er wel raad mee. Dus dit was een van de eerste grote marketingactiviteiten in samenwerking met Maatschappij de IJssel uit Deventer. Die zei, goh, laten we stroken maken. Elke strook heeft 8 plaatjes en elke 10 stroken bij elkaar is een heel verhaal. Zo krijg je dus avonturen op stroken. En dat betekent dat in de vooroorlogse jaren je thuis een echte Flipje bioscoop kon hebben. De Flippo-scoop. Leuker gaat het echt niet worden nu. Want vader en moeder en de kinderen om de tafel met die stukken karton, die moesten in elkaar gezet worden. Nou, dan werd dat allemaal gevouwen. Dan stond de Flipposcoop. Dan had je 2 spoelen. Daar moesten die strook omheen geplakt worden. En dan ging of vader of moeder, ik denk heel traditioneel, vader ging dan de Flipposcoop bedienen. Moeder zorgde voor de thee en de Maria biscuit. En de kinderen hadden een fantastische avond met vader en moeder en de Flipposcoop. Hou je vast. Die Flipposcoop, dan moet ik even spieken. Dat was toch nog best wel even een uitgave. Ik geloof dat die er wel 50 centen kostte. En dat was in die tijd best wel een bedrag. Maar dat toch zijn er tienduizenden, misschien wel, ja, in ieder geval tienduizenden Flipposcopen over de toonbank gegaan. Dus kun je nagaan hoe populair dat was. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou ja, goed. Dus een avondje plezier met de Flipposcoop. En je kon natuurlijk steeds nieuwe verhalen blijven sparen. Maar dan moest je wel de jam of de vruchtensappen blijven kopen. Zo slim was het natuurlijk wel.
En dan ging Flipje natuurlijk in steeds meer advertenties verschijnen. Want Maatschappij de Betuwe dacht, ja, alleen met de flipperscoop en wat verhaaltjes. Nee hoor. De prijslijsten voor de leveranciers, receptenboekjes, advertenties waarin van alles werd aangeprezen. En dat moest ook wel, want in die periode, net voor de Tweede Wereldoorlog, ging het allemaal weer wat beter. En ging de Betuwe steeds meer, Maatschappij de Betuwe, meer nieuwe producten lanceren. Waaronder de Rhino-sappen, ook van Flipje. En die zijn goed tegen reumatiek en eczeem. Of appelsap van de Maatschappij de Betuwe. Dat helpt bij een niersteenaanval. Kortom, Flipje gaat gewoon steeds vaker een witte jas dragen. Het is bijna een dokter geworden. Dat is wel een aparte weg die men toen insloeg. Maar goed, niet zonder succes. Want er kon van alles gespaard worden, wat ik al zei. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En dan wordt het al een beetje ingewikkelder. Er komen wat basjes in de relatie tussen de tekenaar Eelco ten Harmse van de Beek en Maatschappij de Betuwe. Er kwam wat frictie, omdat de tekenaar Eelco vond, de illustrator, dat Maatschappij de Betuwe veel te commercieel aan het worden was. Veel te veel reclame, ook in de boekjes en in de avonturen van Flipje. Ja, dat kan de kinderen die dat moeten lezen toch niet aandoen, al die reclame. Goed. Dan nog blijven ze samenwerken en krijgt Flipje in die Tweede Wereldoorlog een rol op het wereldtoneel. Flipje blijft present. Hij waakt over Maatschappij de Betuwe. Hij waakt over de mooie fruitbomen. Hij blijft zijn lekkere producten aanprijzen, ook in die moeilijke jaren. Wat ik vergat bijna, dat wou ik toch nog even zeggen. Hier heb je twee van die, twee advertenties uit die periode, eind van de oorlog, waar die vertelt wat er allemaal gebeurd is in de Betuwe en in Tiel. Maar dat hij zorgt dat de Maatschappij de Betuwe weer herbouwd wordt. En dat we dadelijk weer al die lekkere jammen op het brood hebben. Want in de laatste twee jaren van de oorlog kon dat niet, want er was geen glas meer. Dus men kon de producten niet meer verpakken. Ja, de gekste dingen gebeuren natuurlijk als de oorlog is. En wat ik zelf toch wel heel bijzonder vond, is dat opnieuw een reclamebureau van Alphen hele creatieve mensen in die oorlog bedachten. Ja, we kunnen geen boekjes drukken, maar we hebben wel de stroken. Weet je wat? We gaan prachtige omslagen maken in fris oranje kleur. Dat zal u niet verbazen. En daar kunnen de mensen die strook in plakken, hebben ze toch een mooi boek. En we zullen het eerste boek aanbieden aan prinses Beatrix. Die kreeg die omslag oranje met de strook erin voor niks. En de andere niet zo koninklijke kinderen moesten ervoor sparen. Kostte toch nog 25 cent, jawel. Maar goed, de oorlog is voorbij. Dus we gaan verder. Tiel wordt opgebouwd, Nederland wordt opgebouwd, de Betuwe wordt opgebouwd. De bomen staan weer in bloei. En in 1950 is het 65-jarig jubileum van Maatschappij de Betuwe. Een groot feest, want ja, koningin Juliana en prins Bernhard kwamen op bezoek. En de koningin geeft Flip hier natuurlijk de hand. Zij kende Flipje al, want zo slim was Maatschappij de Betuwe dat de prinsesjes natuurlijk altijd de nieuwste boekjes en stroken opgestuurd kregen. Dus die waren goed geïnformeerd over het wel en wee van de Betuwe NV. Het bezoek aan de Maatschappij de Betuwe zou 20 minuten duren. Hare Majesteit was zo excited en vond het zo leuk. Het was bijna 50 minuten. Zeker ook omdat Flipje haar de hele ochtend begeleid had. Goed, van daaruit gaan we naar de middenstand. Want ook de Betuwe had in de gaten, ja, ik kan het grote publiek wel bespelen. Bijvoorbeeld met een grote puzzel hadden ze ook nog gemaakt. Dat eigenlijk wel een mooi verhaal. Kent u Flipje in de beginjaren? Nou, niet iedereen. Koop maar even wat bonnetjes. Dan krijg je voor zoveel bonnetjes krijg je allemaal puzzelstukjes. En dan moet je zelf thuis onder de lamp, hij geeft goed zicht, moet u zelf die puzzels in elkaar gaan zetten. En de eerste 10 puzzels binnen nu en 4 weken die ingeleverd worden, krijgen allemaal 1000 gulden. Een vermogen in die periode. Maar Flipje en Maatschappij de Betuwe wisten heel goed, we hebben het grote publiek zo langzamerhand wel mee. Maar nou, die middenstand moeten we ook nog eens eventjes, push en pull leerde ik 40 jaar geleden op marketingles. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Ook die tussenhandel moet enthousiast gemaakt worden. Dus Flipje en de middenstand. Nou, dat betekent prijslijsten, receptenboekjes, displays. Joh, het is te gek om op te noemen. Te veel om op te noemen. Hartstikke leuk. De Flipwip is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Die is van karton. En die werd uitgereikt aan de kruideniers in Nederland. Door het hele land. Maar die moesten dan wel zelf die Flipwip van karton in elkaar zetten. Maar als dat gelukt was, kon je daar allemaal weer heerlijke producten in die Flipwip zetten. Dus ja, het gaat maar door, joh. Goed.
Ja, en dan komen we bij de boekjes van Flipje. Deze zijn heel erg bekend. Ik zit in dat museum sinds 2 jaar. En ik denk dagelijks krijg ik mails of ik word benaderd voor mensen die ofwel de Flipwip, ofwel de boekjes, ofwel, je hebt geen idee. Ik denk dat Nederland nog vol ligt op zolders en in kelders met allerlei memorabilia, soms prullaria, soms mooie boekjes, maar allerlei zaken die aangaande Flipje. Het is gewoon ongelooflijk. Ik wist dat helemaal niet. En het is voor ons als museum zo langzamerhand onmogelijk om alles in te nemen. Dat wil je ook niet. Maar mensen worden ook nog verdrietig en boos. Ja, maar mijn grootmoeder had ze gespaard. En neem, ik heb zelf die boekjes in elkaar geplakt. En je krijgt er helemaal verhalen bij. Nog steeds, anno 2024, emotie bij Flipje. Terwijl ik dacht dat bij mijn generatie, ik ben van 1959, dat het daarna wel klaar was. Maar hij leeft nog steeds. Goed, even over die boekjes. Wat is er aan de hand? We zijn eigenlijk aangeland na de oorlog, 1953. En Eelco ten Harmse, de man die nu 70 jaar geleden overleden is, overlijdt. Dus verleden jaar dan 2023, 70 jaar geleden. En dat betekent dat er een einde komt aan de samenwerking tussen hem en Maatschappij de Beter. Nou, dat was een probleem. Want ja, er moesten natuurlijk wel boekjes en stroken en van alles gemaakt worden. Want ja, die marketingmachine die draaide wel in Tiel. Nou, de dochter zou gaan helpen, Fritsie. En dat is een jaar geduurd. Hij ging ook tekeningen maken voor de boekjes en voor de stroken. En nou ja. Maar Maatschappij de Beter was absoluut ontevreden. Fritsie was slordig. En ze was een beetje agressief. We zagen net Mickey Mouse. Nou, zij had in het verhaaltjes van Flipje uit die periode had ze een muis en die sloeg erop los. En die had Flipje een blauw oog. En Langoor de olifant, die kreeg geen bananen meer. Nou ja, het was verschrikkelijk wat er allemaal gebeurde. Dus Maatschappij de Beter zei, dit kan niet. We stoppen ermee. Oeh, dat was wel even moeilijk. Want ja, ze moesten toch wel verder met die marketing. En toen heeft men besloten, we gaan even ouderwets. Al die verhalen die we hebben, gaan we in boekjes drukken. En er zaten ook verhaaltjes bij van vroeger, daarvoor al. Maar dat mag niet bommen, want er was weer een nieuwe generatie kinderen. En die boekjes, daar kon je weer, als je bonnetjes uitknipte, bij de Shams, kon je die boekjes sparen. Ze konden het niet aangesleept krijgen. Nederland ging weer massaal Flipje boekjes sparen. En deze boekjes, denk ik, kijk over naar mijn collega Ingeborg. Deze zijn er het meest, want dat zie je ook in het museum, maar ook wat we aangeboden krijgen. Het lijkt wel of elk huisgezin nog steeds die boekjes heeft. Ongelooflijk. Goed, ik ga snel verder gezien de tijd. Ja, ik red het net, geloof ik. Nou, waar gaan we naartoe? Ja, de moderne tijd. De mensen krijgen het steeds beter. Dus er komt ook een dessert op tafel. Ook in de arbeidswijken in Tiel. Maar bij een dessert hoort een lekkere saus van Maatschappij de Beter natuurlijk. Tova puddingsaus. Wie is er niet mee groot geworden? Links de eerste fles, rechts de allerlaatste editie van Hero, die op dat moment Maatschappij de Beter had overgenomen. Nou, dan de moderne tijd natuurlijk. Roman Holiday, Gregory Peck en Audrey Hepburn in Rome op de scooter. Groot succes die film. Roman Holiday en Flipje denk, ja maar wacht even, ik heb ook een scooter. En zo scheurt hij door Nederland met de scooter, met allemaal lekkere producten uit de Betuwe. Dan gaan we verder, dan is het 75 jaar Maatschappij de Betuwe. Ongelooflijk, een geweldige festijn. De directeur overigens, meneer Gouverne, hij was pas 50 jaar directeur, die overleed. Dat was triest. Maar het bedrijf bestond 75 jaar en er was een nieuwe samenwerking. Men ging honing maken, een samenwerking met Del Monte. Exotisch fruit en zo nog wat van die stappen, waardoor die producten continu natuurlijk op het netvlies bleven. En dat men heel erg aan productontwikkeling, productvernieuwing werkte. Nou, en natuurlijk, ik had het niet meer hoeven te zeggen vanmorgen, gewoon blijven sparen. Want bij elk nieuw product zitten weer de bonnetjes en dan kun je van kleurentelevisie tot, flip-wip ook nog steeds, sleutelhangers, je kan van alles sparen. En ja, dit is wel de sign of the times. 1967, prins Willem-Alexander wordt geboren. En hoe ziet Flipje eruit? Nou, ja, het is ongelooflijk, de gelijkenis. En dat heeft hij volgehouden. Ik had het over de sleutelhangers. Nou, je hebt geen idee wat wij allemaal in het museum hebben. Maar dit zijn er maar een paar. Alle vriendjes in allerlei vormen. Maar even die Willem-Alexander, daar is hij nog een keer. Die is gebruikt van 1967 tot ver in de jaren 80. En Maatschappij de Betuwe zou Maatschappij de Betuwe niet zijn als ze niet het commerciële succes van de bloesemfeesten in de gaten kregen. Ooit georganiseerd door de boeren om hun producten aan de man te brengen. Nou, Maatschappij de Betuwe die annexeerde het hele gebeuren. Bracht een mooie bloesemfeesten gids uit. En organiseerde allerlei markten en activiteiten. Het was een groot succes. Fantastisch.
Ja, deze was voor mij compleet nieuw. Flipje als actievoerder. Als je er al was in de jaren 80, waren een aantal iconische momenten. Met die kernwapens, geen kernwapens in Europa, niet in Nederland. Prinses Irene ging nog speechen, groot op het Malieveld, 500.000 man. Kom daar nu maar eens om, zou je zeggen. Maar ik denk dat Maatschappij de Betuwe dit niet geweten heeft, ook geen toestemming gegeven. Maar het is wat het is. Flipje is actievoerder geworden. En dat spreekt voor zich, denk ik, wat hij hier laat zien. Dan is het zover de grote tentoonstelling in 1986, waar nota bene in een maand tijd 10.000 mensen op afkwamen in Tiel. En dat is de reden geweest dat Flipje natuurlijk zijn eigen museum heeft gekregen. Het museum waar ik net over vertelde, in dat schitterende pand aan de Waal uit 1776. Kijk maar eens. Ja, het is een feest om daar te mogen werken. Veel te klein voor Flipje, veel te klein voor alles wat we hebben. Maar goed, in die beschenking zeigt zich de meester. Dat begrijpen jullie ook. Dan heeft de gemeente Tiel besloten een tijd geleden alweer om Flipje ambassadeur te maken. Ook een beeld, net als bij Manneke Pis. Elke dag staan die mensen, kinderen, oude mensen. Het maakt niet uit, alle leeftijden. Allemaal op de foto met Flipje, dus op de markt in Tiel. En Flipje weet natuurlijk, ik zou de anderen tekort doen. In welke illustre periode hij groot geworden is. En dit zijn zijn reclamevriendjes. Nou, we kennen ze allemaal. Pilgrimé van Nelle, die woonde in een Keulse pot. Dat boekje heb ik dan nog. Maar ook Bibendum, hè? De Michelin-man. Dit is allemaal uit die tijd. En Loekje de Leeuw is later, maar het merendeel is uit zijn tijd. En dat zijn allemaal natuurlijk figuren, die reclamevriendjes, die we allemaal kennen natuurlijk. Nou. En nu Flipje en het publiek domein. Ik kan er niet zoveel over zeggen, want mijn tijd is om. Dit is de aanleiding natuurlijk wat er gebeurd is. Ik vertelde het al. Het is januari 24. We mogen de tekeningen van Eelco ten Harmsen nu delen met alle. Nou, dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. En de rechten van Flipje. Ik wou er nog wat over zeggen, maar geloof mij, het is ingewikkeld. Die liggen bij de tekenaars. Het zijn er 6 in totaal. Liggen bij Hero nog steeds in Breda. En ook nog bij het Flipje en Streekmuseum. Want er is auteursrecht, er is beeldrecht, er is merkrecht. Maar veel verder wil ik niet gaan, want je voelt hem al aankomen. Dat is best ingewikkeld. En de gemeente Tiel heeft besloten dat zij de baas willen worden van Flipje. Nou, ik wens de nieuwe burgemeester, hij treedt aan op 6 februari, heel veel succes daarmee. Want het is best wel een wespennestje. We hebben nog een filmpje. Mag nog? Ja. Dan stop ik nu. Ik kijk naar boven. We hebben een filmpje gemaakt, want over 6 weken, 23 februari, openen we een nieuwe Flipje-presentatie en een nieuwe presentatie van het Fruit, Fruitstad aan de Waal, in het museum. Prachtige nieuwe tentoonstelling. Het heeft een godsvermogen gekost, maar dan heb je ook wat. En wij hebben besloten, Flipje is ook 3D. Flipje gaat ook de toekomst in. Dus we hebben een filmpje gemaakt en ik kijk heel even. Kan die 2 minuten nog? Ja? Mag. Dan ga ik even zitten. Oh, daarna... hallo. Oh, ik ben Flipje, het fruitbaasje van Tiel. Mijn lijf is een mooie ronde framboos en mijn armen en benen zijn van rode bessen. Vandaar dat ze me fruitbaasje noemen. De mensen hebben mij leren kennen in 1935. Ik ben dus al best oud, al zou je dat niet zeggen. In 1935 heeft reclamebureau Van Alfa uit Amsterdam me naar Tiel gestuurd om te gaan helpen bij Maatschappij de Betuwe. En zij konden wel wat hulp gebruiken. Ik zal jullie uitleggen waarom. De fabriek uit Tiel maakte al 50 jaar hele lekkere jam en vruchtensappen van Betuws fruit. Zo lekker dat concurrenten mee wilden profiteren van het succes. Zij gingen ook Betuws jam op hun potten zetten. En dat werd verwarrend voor de mensen. Want welke jam was nu de echte uit Tiel? En daar kwam ik te hulp. Als ik op het etiket stond, dan was het de goede jam van Maatschappij de Betuwe uit Tiel. Ik werd al snel heel populair, al zeg ik het zelf. Dat kwam vooral omdat ik leuke avonturen... En dankjewel, Julian. Ik pak de microfoon nog even, want ik heb wel nog even 2 hele korte vragen aan je. Pak de microfoon nog eventjes, ook voor de opname. Wat je niet hebt aangestipt, je hebt het heel klein beetje in je laatste zinnen gezegd, maar wat is op dit moment nou nog het commercieel belang, wat is de commerciële waarde van Flipje? Want als iets in het publieke domein is, dan is vaak de angst inderdaad, dan hebben we er minder controle over. Ja. Kan je daar iets nuttigs over zeggen? Ik kan er zeker wel wat over zeggen. Kijk, wat er nu in het publiek domein komt, zijn de eerste tekeningen van Eelco Harmsen ten Beek en Henk Rotgans.
Dat zijn hele mooie tekeningen. Daar zit, ja, wat, daar zit geen, ja, er zat ooit commerciële waarde aan, maar nu niet meer. Want het laatste flipje die nu gebruikt wordt door de gemeente Tiel, door een aantal bedrijven in de Betuwe, is de flipje figuur die getekend is door Arie van Vliet sinds het jaar 2000. Dus dat is nog steeds beschermd. En dat is dat laatste plaatje wat ik ook zei. Daar, over dat figuurtje, de hero heeft er wat over te zeggen, maar die ziet het meer als merkrecht. De tekenaar sowieso natuurlijk. En ja, wij als museum hebben ooit de opdracht gekregen vanuit de gemeente Tiel om het erfgoed van Tiel, waaronder flipje, dus hoe vaag kan je het hebben. Tegelijkertijd weten we wel waar het, wat ze bedoelen. Maar dit is een zaak die moet worden uitgezocht. Antwoord is, we hebben daar geen enkel probleem mee. We vinden het heel fijn dat hij in het publieke domein komt. Want hij is van ons allemaal. Heel veel generaties zijn er groot mee geworden. Dus ja, dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Dan heb je denk ik al een beetje de volgende vraag beantwoord. Als er nu zo'n horrorfilm van Flipje zou komen. Wat is dan vanuit het museum jullie reactie daarop? Ik denk niet dat wij het museum daar per se een reactie op moeten geven. Ik kan er ook wel de humor van inzien met een knipoog. Maar tegelijkertijd, het is zeker met Flipje. Maar trouwens geldt voor Mickey Mouse ook. Dat zijn natuurlijk figuren waar ook veel kinderen dol op zijn. Grote mensen, maar ook veel kinderen. Dus ja, wat moet ik er nou van zeggen? Ik weet het niet. Ik denk als museum zullen we daar heel gepast op reageren. En aangeven dat het hier gaat om een knipoog eigenlijk. Maar de echte Flipje niet met een dolk of met een groot griezelpak rondloopt. Maar gewoon lekker in de beet aan het werk is om fruit te plukken. Zo. Dankjewel. Ontzettend bedankt voor je bijdrage vandaag. Geef me nog even een applaus. Dank jullie wel.